Goedenavond, dames en heren. Ik wil graag beginnen met de vergadering, de eerste vergadering van dit jaar en ook mijn eerste vergadering. Ik heet u allen van harte welkom. Dan gaan we naar punt 2 van de agenda. Punt 2 zijn de mededelingen. Die hebben we niet. Ik ben de agenda kwijt. Dan gaan we naar punt 3, vaststelling van de agenda. En ik kijk even rond of iemand daar een opmerking of aanvulling op heeft. Niemand? Dan is de agenda vastgesteld. Dan gaan we naar punt 4, het inspreekrecht. Daar heeft zich niemand voor gemeld. En ik zie nu ook niemand. Dan zijn we bij punt 5, het vragenuurtje. En er zijn twee vragen binnengekomen. Eentje van het CDA en eentje van de BBC. En ik wil graag eerst mevrouw Katerberg van het CDA het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Normen en waarden tijdens de jaarwisseling, geweld tegen hulpverleners, vernielingen, overlast voor mens en dier, plezier en vermaak, siervuurwerk, vuurwerkvrije zones, gezamenlijke shows en de traditie van kabitschieten. Na de laatste jaarwisseling zijn over vuurwerk veel reacties losgekomen. Ook binnen het CDA Drenthe is pijlsnel een enquête uitgezet. De uitslag daarvan is gisteren bekend geworden. Het CDA is voor verandering op het gebied van het vuurwerkbeleid. Onze burgemeester heeft hier tijdens de nieuwjaarstoespraak ook uitspraken over gedaan. Hij heeft op dit terrein een grote bevoegdheid. Onze vraag is of de burgemeester aan kan geven wanneer en op welke manier deze situatie en deze uitspraken een vervolg gaan krijgen in Coevorden. Meneer Bouwmeester. Ik dacht al dat die vraag naar mij toe zou gaan. Ja, voorzitter, nou ja, mevrouw Katerberg snijdt natuurlijk een actueel thema aan. Het is op meer plekken, denk ik, deze dag en deze weken onderwerp van gesprek. En we weten allemaal wat het inderdaad sinds de jaarwisseling heeft losgemaakt. En wat voor mij ook aanleiding was om daar in mijn jaarstoespraak rekening mee te houden en daar iets over te zeggen. In de zin, en ik herinner me dat nog goed, ik vind dat er inderdaad aanleiding zou zijn voor een maatregel. U suggereert wel dat ik daarmee ook iets af kan kondigen zomaar vanaf de kansel. Zo is het echter ook weer niet. En natuurlijk is het altijd verstandig om, als het gaat om lokaal beleid, om ook even te kijken van wat doet het landelijk beleid. En u weet, het kabinet heeft zich kort na de jaarwisseling ook uitgesproken om iets te willen doen, iets te willen veranderen. Men kijkt daarbij naar het advies van de Raad voor de Openbare Orde en Veiligheid. Onderzoeksraad voor de Veiligheid moet ik zeggen, uit 2017, waarbij knalvuurwerk en vuurpijlen zouden kunnen worden verboden. En het overige siervuurwerk toegestaan blijft. Dat beschouwt de minister als een leidraad, een belangrijke leidraad zelfs. Maar het is nog even de vraag waar het kabinet precies mee gaat komen. En natuurlijk geldt wel, ja, als dit de landelijke lijn wordt, dan geldt die ook in Coevorden. De Tweede Kamer zal binnenkort over dit onderwerp spreken. Ter voorbereiding van het Kamerdebat is ook in Drenthe wel enige afweging aan de orde geweest van wat vinden we daar nou eigenlijk van. Individuele burgemeesters lopen daar in hun mening wel over uiteen. Zoals aangehaald, ik heb daar wel een uitgesproken mening over geventileerd, maar een aantal collega's stellen zich op standpunt, wij zijn tegen een enig verbod. Nou, dat mag natuurlijk, maar het is wel van belang, wat vinden we dan collectief? De veiligheidsregio Drenthe zou er bijvoorbeeld iets van kunnen vinden, gebaseerd op het algemene beeld. Ja, als het gaat om de openbare orde en veiligheid, en daar hebben we als burgemeester natuurlijk inderdaad wel een bijzondere rol in. Maar onderschat uw eigen rol ook niet. We hebben destijds, toen we spraken over een vuurwerkopslag. Immers, ja, als je vuurwerk afsteken goed vindt, dan moet je ook toestaan dat het verkocht wordt. En als je toestaat dat het verkocht wordt, moet je ook toestaan dat het ergens wordt opgeslagen. Toen hadden we al even een kleine discussie in de gemeenteraad, waarbij ik, als ik me goed herinner, ook in uw richting heb gezegd, ja, het staat de raad vrij om in haar APV op te nemen. Ook daar gaat de burgemeester dan niet over zelf. Maar de raad kan een APV vaststellen waarin bijvoorbeeld plaatsen worden aangewezen waarbij het verboden is om vuurwerk te ontsteken. Had de raad om andere motieven misschien destijds geen aanleiding voor om daartoe over te gaan. Maar ik zou, u zou daaruit kunnen afleiden dat ik onmiddellijk
u zou willen bedienen. Mocht er uit de raad, uit uw raad een signaal komen van nou, hè, als het land niet wat doet, dan doen wij het wel. Ik zou u echter adviseren, hè, wacht nu even af, waar komt het kabinet mee? Wat wordt de landelijke richtlijn? En laten we hopen dat er dan een soort uniform beleid kan worden gevoerd. Want iedere burgemeester, hoe die ook in de wedstrijd zit, die heeft natuurlijk groot baat bij als er toch een vrij uniforme maatregel wordt afgekondigd. Waarvan iedereen weet wat het is, hoe die zich eraan te houden heeft. En waarvan wij ook, zeker in onze grensligging, waarbij we ook weten dat vuurwerk ook vanuit Duitsland makkelijk zijn weg vindt. Meneer Bouwmeester, mag ik u onderbreken? Want het was een hele concrete vraag volgens mij. En het is al een heel uitgebreid antwoord, begrijp ik ook. Maar misschien kunt u nog even kort op de vraag ingaan, zodat mevrouw Katerberg daar wellicht voldoende aan heeft. Ja, ik was aan de laatste zin ongeveer, mevrouw de voorzitter. Ja, maar voorzitter, nieuwe voorzitters moeten streng zijn, dat snap ik ook. Mijn laatste zin zou zijn, ik ben nog steeds onverkort voorstander van maatregelen. Ik doe dat graag in samenhang. En zodra ik daar aanleiding voor zie en onderbouwing voor aanwezig is, dan zal ik met een voorstel in uw richting komen. Mevrouw Katerberg, heeft u daar voldoende aan? Meneer Stoker, gaat wel over dit onderwerp. Ja, ik vroeg me bijna af van is het wel geoorloofd om een vraag te stellen aan de vraagsteller. Maar ik ga hem wel stellen. Mevrouw Katerberg geeft aan dat het CDA voor verandering van vuurwerkbeleid is. Kan ze ook aangeven waar het CDA dan voor staat? Voor een totaalverbod of voor een gedeeltelijk verbod? Maar ik vind het zo vaag. Kunt u dat aangeven? Ja, er is een enquête gehouden onder CDA's in Drenthe. En daar is voor 40% op gereageerd. En daarvan was ongeveer... Ja, 2/3, 3/4 wel voor zaken als vuurwerkvrije zones, alleen het afsteken van siervuurwerk. Maar dat is nog niet concreet uitgewerkt. Nou, wat bijvoorbeeld wel als opmerking heel veel werd genoemd, was de uitzondering voor het karbid afsteken. Dus, maar u kunt het gewoon vinden op internet. Dank u wel, mevrouw Katerberg. Ik neem aan dat het eerst zo voldoende is en de burgemeester heeft ook aangegeven dat wij zelf daar als raad een rol in kunnen hebben. Dus wellicht moeten we die dan zelf oppakken. Dan is de volgende vraag van de heer Boy van de BBC 2014. Dank u wel, voorzitter. Sinds de komst van HDF Recycling ontvinden de omwonenden in de naburige wijk veel last van houtstof. Eerst wist men niet waar dat vandaan kwam, maar inmiddels is overduidelijk dat deze houtstof afkomstig is van het bedrijf HDF Recycling. Bij Zuidwestenwind ondervinden de omwonenden dermate veel hinder van houtstof dat het schoonmaken van kozijnen, tuinmeubelen etc. bijna een dagtaak is geworden. Maar nog veel belangrijker is de vraag, wat doet deze houtstof met de gezondheid van inwoners? Volgens de Europese regelgeving is houtstof van hardhout al sinds 1998 geclassificeerd als kankerverwekkende stof. Er kleven dan ook gezondheidsrisico's aan veelvuldige blootstelling aan houtstof. In oktober 2018 hebben de omwonenden een contactpersoon aangewezen voor de communicatie met instanties. Diezelfde maand zijn gemeente, RUD en GGD op de hoogte gesteld van de overlast. De GGD heeft de klacht afgedaan met de mededeling dat houtstof niet zo schadelijk is. De RUD heeft echter wel actie ondernomen en heeft HDF Recycling gesommeerd een aantal passende maatregelen te nemen, zodat de overlast niet meer plaats zou vinden. Ondanks een aantal genomen maatregelen lijkt het erop dat de overlast gedurende de laatste 15 maanden alleen maar is toegenomen. Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de volgende vraag aan de wethouder. Ten eerste, welke stappen denkt de wethouder te gaan nemen om te zorgen dat deze overlast binnen een redelijke termijn van pakweg 3 tot 6 maanden is opgelost? Ten tweede, is de wethouder bereid om de hoeveelheid houtstof in de lucht rondom het bedrijf en de naaste omgeving te meten? En ten derde, BBC maakt zich ongerust over de gezondheid van de leefomgeving. Is hier voldoende aandacht voor? En zo ja, wie doet dat dan? Meneer Huizing. Ja, voorzitter, laat ik beginnen met de opmerking dat het uiteraard niet de bedoeling kan zijn dat een bedrijf dat zich vestigt op zodanige wijze overlast veroorzaakt voor de omgeving. Nog afgezien van het feit of de stof nou wel of niet gevaarlijk is voor de gezondheid.
maar dit kan gewoon sowieso niet. Dat geeft de BBC ook al aan in de vraag. Hebben wij ook bij de instantie die dat voor ons moet constateren, de RUD neergelegd. De RUD heeft ook een, en dat doen ze dan ook namens ons, een last onder dwangsom opgelegd aan het bedrijf. Met als strekking dat de stofverspreiding moet stoppen. Die is in oktober 2019 volgens mij opgelegd. Nou, wij hebben, of de RUD heeft inmiddels geconstateerd dat aan die last niet is voldaan. Dus dat betekent dat de dwangsom ook verbeurd wordt. De hele dwangsom wordt natuurlijk opgelegd om te zorgen dat juist die overtreding beëindigd wordt. Dat is niet gebeurd, dus wij hebben ook de RUD gevraagd om ons te adviseren over verdere stappen die we kunnen gaan nemen. Wat er verder nog bij speelt, en dat is het tweede deel van de vraag van de heer Boy, hoe zit het dan met die samenstelling? Nou, daarvan hebben wij ook gezegd dat wij vinden dat daar helderheid over moet komen. Dus daar is ook de RUD gevraagd om daar een aanvullend onderzoek naar te gaan doen. Dus die opdracht die is gegeven. En volgende week heb ik ook een gesprek met enkele omwonenden daar om gewoon ook het beeld zelf heel goed helder te krijgen. En om daar ook een toelichting te geven op wat omwonenden van ons als gemeente mogen verwachten. Dank u wel. Is het voldoende beantwoord? Graag nog één aanvullende. Voorzitter. Ik wou het nog even kwijt. Natuurlijk is het allemaal mooi dat er dwangsom opgelegd wordt. Maar het is het belangrijkste dat het probleem opgelost wordt. Wij willen gewoon dat die overlast, die stofoverlast, dat die ophoudt. En of het al dan niet schadelijk is voor de gezondheid. Afgezien daarvan. Maar... u heeft net gezegd, u bent ermee bezig. Weer volgende week weer een afspraak met omwonenden. En ik hoop dat het binnenkort het resultaat leidt, ook naar het bedrijf toe, dat de overlast ophoudt. Dank u wel. Dan is dit agendapunt afgerond en gaan we verder naar... Meneer Blanke, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ik had ook nog een vraag ingestuurd en ik zag al aan non-verbale communicatie met de wethouder dat hij zich wel voorbereid had. Als het de actualiteit betreft. Ik heb hem niet gezien. Maar u mag hem stellen, maar ik weet alleen niet of de wethouder een antwoord heeft. Nou, volgens mij zoals ik het gezien heb wel. Maar als het niet zo is, dan merken we het snel genoeg. Plastic afval, waaronder petflessen, is een wereldwijd probleem. En vaak komen petflessen niet gescheiden in het afval terecht en worden ze verbrand. En als ze wel gescheiden zouden worden, worden er vaak laagwaardige grondstoffen van gemaakt, voor bijvoorbeeld bermpaaltjes of nieuwe petflessen. Onder andere sportverenigingen, scholen en ondernemers betalen nu per lediging van een container. En door de petflessen apart in te zamelen, kan hen dit helpen om de kosten terug te dringen. En daarnaast is het ook nog eens goed voor het milieu, want de flesjes worden volledig gerecycled. In Emmen is bijvoorbeeld een initiatief van de plastic ambassadeurs die bij de bron petflessen inzamelen. Ze hebben sinds kort ook de eerste petflesbalenpers van Nederland in gebruik genomen. Mijn vraag luidt, is de gemeente bekend met dit initiatief? Hoe staat de gemeente zelf tegenover dit initiatief? En kan de gemeente eventueel sportverenigingen, scholen en dorpshuizen helpen om ook op deze manier petflessen in te zamelen? Meneer Huizing, heeft u een antwoord? Ik heb daar zeker een antwoord op en volgens mij is deze vraag ook overigens ruim binnen de termijn ingediend. De eerste vraag, wel zijn we bekend met het initiatief? Volgens mij ook een heel mooi initiatief. De initiatiefnemers hebben ook met ons contact opgenomen toen ze in Emmen zaten om eens te verkennen hoe staan jullie er tegenover als we dit ook in Coevorden gaan doen bij ondernemers, bij sportverenigingen, bij scholen. En... we hebben toen aangegeven, ja, uiteraard hartstikke mooi dat je dat wilt gaan doen. Maar we moeten het nog wel, of wij zijn ook wel bereid om daar dus gewoon met jullie over te gaan praten. Want uiteraard willen ze misschien ook wel wat van ons als gemeente. Nou, die mogelijkheden die we hebben zijn niet zo heel groot in die zin dat het gewoon allemaal bedrijfsafval is. Maar misschien dat we nog wel wat kunnen op het gebied van ondersteuning van een inzamelmiddel of iets dergelijks. Dus daar... hebben we binnenkort ook een afspraak voor gepland. En dan zou het heel mooi zijn als we wat mij betreft niet alleen
het kunnen inzamelen, het gescheiden inzamelen en dan die verdere verwerking. Maar ik denk dat het nog mooier voor het draagvlak is als je er ook gewoon echt, want ik heb begrepen dat de ingezamelde petflessen hoogwaardig plastic is. Dus daar kun je prima nog wat mee. Ja, het zou heel mooi zijn als je daar gewoon tastbare producten ook van hebt. Dat je echt kunt zeggen van kijk, dit komt er nou uit jullie, bijvoorbeeld op mijn school. Dit is gemaakt van jullie ingezamelde petflesjes. Dus volgens mij, dat zou een hele mooie stap zijn. Nou, dat weet u meteen wat ongeveer een van onze insteken in het gesprek ook zal zijn. En ik ben heel benieuwd wat de vraag is, maar wij staan zeker achter dit mooie initiatief. Voldoende beantwoord. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u wel. Op eigen initiatief kunnen sportaccommodaties of verenigingen al wel zo'n petfles neerzetten. In Sleen staat er al een in de sporthal. Dus die mogelijkheden hebben verenigingen zelf ook wel. Ja. Nee, niet te bouwen. Dank u wel voor de tip. Neemt er vast mee, meneer Blanke. Dan heeft meneer Hoedemaker nog een vraag, D66. Ja, vervolgvraag hierop, want u geeft aan dat dit bedrijfsafval is. Maar in hoeverre is dit dan bedrijfsafval? Want het is toch afkomstig van particulieren? Het is afval, of liever nog gezegd, het is een grondstof. Die ontstaat in een kantine en dan valt het onder de categorie bedrijfsafval. Of bij een ondernemer, dan is het bedrijfsafval en hetzelfde geldt voor scholen. Dus het feit dat het misschien wordt meegenomen door gebruikers, doet daar niet aan af. En als er bijvoorbeeld flesjes verkocht worden in een sportkantine, dan valt dat helaas wel onder bedrijfsafval. Dank u wel. Ik begrijp zojuist van mevrouw Katerberg dat je in Sleen je petflessen naar de sporthal kan brengen. Dat kan. Meneer Hoedemaker, misschien kunt u dat aan mevrouw Katerberg vragen hoe dat gaat. Volgens mij was het antwoord van meneer Huizing heel erg duidelijk wat wel en geen bedrijfsafval is. Dank u wel. We zijn aangekomen bij agenda punt 6, de ingekomen stukken. Er wordt even gewisseld. Als iedereen weer zit, dan gaan we verder. Mijn voorstel is om tot en met 9 de brieven even per stuk bij langs te gaan. En de moties die daarna voor liggen, van 10 tot en met 19, even onder één noemer te doen. Dan beginnen we met 6A1. Is er iemand die daar een vraag over heeft? Meneer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de brief met interesse gelezen en ben blij met de voortgang die gemaakt is. En de gesprekken die gevoerd zijn met de sportaccommodaties. Waar ik nog een vraag over heb, is of de reacties van de sportvereniging die keurig in de overzicht staan, of en wanneer die leiden tot ook maatregelen. Heeft u ook in beeld wanneer het tot uitvoering overgaat? Ja, dank u wel, voorzitter. Op dit moment zijn verenigingen of zelf of in gezamenlijkheid bezig om zelf de opdrachten en de uitvoering ter hand te nemen. Dat doen zij met de aanbesteding, dat doen ze met de bedrijven zelf. Maken daar ook in gezamenlijkheid met die bedrijven een planning over, zodat van een O2-veld, zoals ook in de overzicht staat, daar is maar één bedrijf van die dat kan. En die zal echt niet op alle sportvelden tegelijk kunnen met de aannemer. Dus zo komt er een planning. En die planning hangt ook nog weer nauw samen met competitietijden. Die hangt ook nog weer nauw samen met wedstrijdplanningen enzovoort. Dat is ingewikkeld. Maar verenigingen doen dat zelf. En doen dat ook in nauw overleg met elkaar. Dus wanneer de realisatie precies is, dat hangt juist af van die planning. Maar ik verwacht dit jaar zeker de eerste resultaten van de investering te kunnen presenteren. Dank u wel, voldoende. Meneer Holtis, BBC. Dank u wel, voorzitter. Ook met genoeg een stuk gelezen. Wat ons wel opvalt is dat door noodzakelijke bezuinigingen in de vorige bestuursperiode het onderhoud van de sportvelden bij een aantal verenigingen terecht is gekomen. Zover onze informatie strekt,
heeft ertoe geleid dat een aantal velden heel goed zijn, maar een aantal ook wellicht onder de maat. De vraag aan de portefeuillehouder is, is de angst van onze fractie dat deze problemen zich kunnen herhalen na ondanks deze kwaliteitsimpuls? En zo ja, als dit zo is, hoe denkt u dit te kunnen voorkomen? Kijk, als een vereniging zijn veld niet onderhoudt, dan gaat dat gebeuren, wat uw angst is. Wat we wel ingebouwd hebben, is dat we elke 3 jaar als gemeente opdracht geven om een scan of een onderzoek te houden over het kwaliteitsniveau van alle velden en alle terreinen. Zo, en daar volgt dus ook een advies uit van hoe het veld en het terrein verder behandeld moet worden en onderhouden moet worden. Dus dat is eigenlijk een beetje de zekerheidsklep die we als gemeente hebben, dat het niet zo ver komt dat een veld eigenlijk alleen maar geschikt is voor het hoeden van schapen, hoewel dat hele mooie beesten zijn. Voldoende? Volgende vraag? Ja, dat is voldoende. Volgende vraag inderdaad. In de stukken valt te lezen dat de kosten van de LED-verlichting, exclusief de kosten plaatsen, montage, graven, grondkabeling en dergelijke, dat uiteindelijk door de vereniging zelf wordt uitgevoerd. Is te overzien, want er wordt ook gesproken over vergoeding van 25 euro per uur, is te overzien wat dat uiteindelijk voor kosten met zich mee gaat brengen? Zodra de vereniging overeenstemming heeft met het aan te besteden bedrag en bedrijf, dan hebben we ook overzien, dan pas hebben we het inzicht in hoeveel dat is en wat er ook allemaal kan. Ik kijk nog even rond of er iemand anders nog een vraag heeft. Als u nog een vraag heeft. Ja, een hele volg. Ongelimiteerd. Ik kan me voorstellen dat er ergens wel een plafond is. Wat bedoelt u eigenlijk precies met het plafond? Er is heel veel vrijheid. We willen verbinden. We geven dus de vereniging de ruimte om daar zelf een goede invulling aan te geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment, of niet productief, dan wel nog veel constructiever gewerkt zou kunnen worden, want we kunnen 25 euro per uur declareren. We hebben in ieder geval een voorwaarde dat al het werk wat gecertificeerd gedaan moet worden, dat dat niet door vrijwilligers gedaan wordt. Dus het aansluiten van elektriciteit, kabels die op een bepaalde manier, technische manier, gelegd moeten worden, dat wordt niet door vrijwilligers gedaan, dat wordt door gecertificeerde bedrijven gedaan. Als ik u daarmee heb geantwoord, dan hoop ik... Ja, dank u. Voldoende. Verder geen vragen meer over dit onderdeel. Dan gaan we naar 6A2. Heeft iemand daar een vraag over? Niemand. Zijn we bij 6A3. Meneer Wilting, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. De prestatieafspraken met de woningbouwstichtingen. Ik heb het stuk doorgelezen, ik heb een vraag en misschien staat het er wel in, ik weet het niet. Maar toch wil ik hem stellen. Zijn er in die afspraken die er gemaakt zijn, is er nou ook gekeken naar de... We krijgen steeds nieuwe doelgroepen, we krijgen over verdunning wat er gesproken enzovoort. Is er nou gekeken naar kleinere woningen voor alleenstaanden enzovoort? En dat geldt zowel voor jongeren als voor ouderen. Want ik kan me voorstellen dat in de loop der jaren, toen 7 jaar, 8 jaar geleden ook zoiets afgesproken werd, dat de doelgroep anders was dan die nu is. Maar dit is de kans, denk ik, om met de woningstichtingen dit soort afspraken te maken. Daar heeft de wethouder vast een antwoord op. Ja, het klopt dat je die afspraken kunt maken in de prestatieafspraken, maar we hebben ook raamovereenkomsten gemaakt. Dus de prestatieafspraken die nu voorliggen, ja, dat zijn gewoon de jaarafspraken, hè. Er zit ook een jaarplanning bij. De coöperaties die zijn gewend om eens in de zoveel jaar, meestal is dat 5 jaar, een nieuw portefeuilleplan op te stellen. En dat is altijd gebaseerd op gedegen onderzoek. Onderzoek naar de doelgroepen die ze moeten bedienen. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met alle doelgroepen die zich ook voordoen en waar zij zich verantwoordelijk voor mogen voelen. En zoals er ook in de woningwet omschreven staat. De vraag of er rekening gehouden wordt met starters, dan is het antwoord ja. En dat zit hem ook vaak in de woningprijs. Maar heel veel starters, dat zijn vaak op dit moment ook al 2 verdieners, als het een stel is in ieder geval.
En dat betekent dat ze ook al heel snel niet meer in aanmerking komen voor een woning van de coöperatie. Als het alleenstaande zijn, is het wel een ander verhaal. En daar zijn ook de coöperaties specifiek voor bedoeld. Meneer Wilton. Nou, ik heb er verder geen... Nee, antwoord is goed. Uiteindelijk wordt in zekere zin afspraak mogen maken. Ik heb alleen nog één opmerking hierover. Het is geen leesbaar stuk. Met al die kleuren en kleine letters. Die opmerking wil ik nog in plaatsen. Ik weet niet hoe anderen daar tegenaan kijken, maar ik vond geen leesbaar stuk. Dank u wel. Gaat de wethouder vast meenemen de volgende keer? Of de volgende? Dat denk ik niet. Meneer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag ligt dan wel in aansluiting op de leesbaarheid van het stuk. Want ik vond de laatste alinea, daar wordt gesproken over iets doen op het gebied van wonen en welzijn. Vond ik toch een hele vage alinea. Kunt u dat iets concretiseren? Nou nee, daar begin ik niet aan, denk ik. Want iets doen, om dat allemaal uit te leggen. Maar we vinden met elkaar dat we een opdracht hebben om daar samen de schouders onder te zetten. En meer is die afspraak ook niet bedoeld. Dat kan van alles zijn. Als je naar de concreetheid van de andere afspraken kijkt, dan denk ik dat je het daarin moet zoeken. En niet zozeer in die laatste alinea. Ja, dank u wel, maar dan zou ik dat toch wel iets anders geformuleerd willen zien. Want dit vind ik een heel open eind. Nou, daar kan ik u erom helpen. Die formulering die blijft gewoon zoals die nu is. Want daar hebben we met elkaar zo afgesproken. En daar is de woonbond bij betrokken, de huurdersvereniging zijn erbij betrokken en de coöperaties. Dus ja, daar heb ik niet alleen alle invloed op. Maar ja, als u daar nadere inkleuring van wilt, dan sta ik u met plezier een keer op een andere manier te woord. Dat is in ieder geval een toezegging. Heeft iemand hier nog vragen over? Niemand? Dan zijn we bij 6A5. Oh, excuus, 6A4. Meneer Oudeboom, VVD. Voorzitter, ik ben nieuwsgierig of de wethouder antwoord kan geven op het volgende. Die lijst met die bijlagen met lijstaccommodaties, is die limitatief, definitief en is die volledig? Hij is definitief, hij is limitatief. En als hij niet volledig zou zijn, dan hoop ik dat degene die denkt van hé, ik hoor op die lijst, dat hij zich onmiddellijk meldt. Iemand? Nog? Niemand? Dan zijn we bij 6A5. Meneer Mulder, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. De regeringspartijen VVD en D66 willen permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. En ze hopen onder meer starters en senioren, om aan te sluiten bij het vorige verhaal, makkelijker aan een woning te helpen. En de partijen zien dit als een mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten. Dus de vraag, als we dit projecteren op onze regio-deal vrije tijd die nu voor ons ligt, welke invloed heeft het dan op de plannen die door deze deal worden voorgesteld? Ik weet niet of het zozeer ook met deze deal te maken heeft. Het heeft in ieder geval te maken met vitale vakantieparken. En daar gaat de regio-deal voor een deel natuurlijk ook over. Ik denk dat dat ons vooral kan helpen. En dit gaat niet alleen maar over het klakkeloos legaliseren van wonen op vakantieparken. Daar zijn wel degelijk voorwaarden aan verbonden. En ook de regeringspartijen hebben daarin benoemd dat ze daarvoor wel de verantwoordelijkheid bij de gemeenten laten. En dat betekent nog steeds dat waar wij mee bezig zijn met het project Vitale Vakantieparken en aanvulling daar ook op de regio-deal zoals wij die kennen inmiddels en de aanvraag daartoe, dat die allebei toezien gedoseerd en met beleid ook wonen toestaan op vakantieparken. En dus dat is niet ongelimiteerd. Het moet ook allemaal voldoen aan bouwbesluiten als men daar permanent wil wonen en allerlei veiligheidsmaatregelen. Dus ook de regeringspartijen hebben daar wel bij stilgestaan. Dus ik denk dat het een positief effect kan hebben als we wat sneller in de procedure de mogelijkheid krijgen om parken die toch in de transitie moeten, die toch omgevormd moeten worden, om die aan te wijzen daar waar wij als gemeente daarvoor gaan, dus u als raad daarvoor kiest, om daar permanent wonen toe te staan. Dank u, duidelijk. Ik heb even één
punt van orde. Volgens mij hebben we afgesproken dat we wisselen per agendapunt en niet per brief. Dus voor de volgende keer, misschien denkt een andere voorzitter er anders over, maar dan weten we het voor de volgende keer. Heeft iemand nog een vraag? De driehuis, pak. Dankjewel, ik ben wel streng hoor, jeetje. Dat moet nog blijken. Onder pijler 1, samenwerken aan de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Daar staat een stukje voorkoming, uitbuiting, arbeidsmigranten en mensenhandel. En dat 4 op de 10 gemeentes aangeven vermoedens te hebben daar in die richting. Hoe zit dat binnen onze gemeente? Nou, kijk, ik kan wel zeggen dat wij daar nog onvoldoende beeld bij hebben. Dat is ook wel logisch, want je gaat dat ook per park onderzoeken. We zijn met onze projectgroep vorig jaar gestart om die te vormen. Ook niet alle zaken zullen via die projectgroep kunnen lopen, want we hebben ook nog te maken met een aantal zaken die gewoon des burgemeesters zijn. En om daar uitspraken over te doen, daar wil ik me als wethouder in ieder geval nog even bij weghouden. Omdat daar ook gewoon verder onderzoek voor nodig is. Is voldoende, mevrouw Driehuis? Mevrouw Klein-Gunnewiek, CDA. Dankjewel, voorzitter. Niet voor niets geraald, hè. Ik heb ook een vraag. Het gaat om heel veel geld en dat is ook mijn vraag. De regio investeert met het programma Vitale Vakantieparken Drenthe 8,7 miljoen euro in middelen en menskracht voor de periode 2018-2023. Deze derde regio-deal Focus op Vrije Tijdseconomie gaat over de gerichte aanpak van sociaal-maatschappelijk problematiek, ondermijning en criminaliteit. Daar stellen de provincie Drenthe en de deelnemende Drentse gemeenten samen nog eens 5 miljoen beschikbaar voor, tot en met 2022 ten behoeve van de regio-deal. Nu wordt het Rijk ook om een bijdrage van 5 miljoen gevraagd om in korte periode de uitvoering mogelijk te maken. Wat als het Rijk niet akkoord gaat met de derde regio-deal, komt dan de aanpak of de uitvoer van de vitale vakantieparken in gevaar? Kijk, we hebben de wens uitgesproken dat wij graag deze regio-deal willen, omdat wij het probleem sneller willen aanpakken. En Vitale Vakantieparken is al een lopend programma en dat zou met deze regio-deal een belangrijke extra impuls kunnen krijgen. Dat is ook wat wij voorzien en daarom is de regio-deal ook ingediend. Wij denken dat het heel belangrijk is. Maar goed, als de regio-deal niet wordt toegewezen, hè, wat natuurlijk gewoon kan, dan hebben wij nog steeds ons lopende programma Vitale Vakantieparken, waarin ook aandacht is voor de problematiek die u net terecht opnoemt. Verder nog vragen? Niemand? Dan zijn we bij A6, tekort in de jeugd. Meneer Holtis, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Brief 4 december verzonden 12 december staat in de laatste zin staat te lezen dat tijdens de informatiebijeenkomst sociaal domein op 10 december de transformatieplannen jeugdhulp ook aan bod komen. Is daar dan al duidelijkheid over, want de brief is verzonden na 10 december en was het niet logisch geweest dat dat als extra document zou zijn toegevoegd? Dus A, is hij er? En B, waarom zit hij er niet bij? Volgens mij de informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden. En daar zijn ook de transformatieplannen jeugdhulp zijn aan bod gekomen. En ik ben het met u eens dat het praktischer was geweest als u de brief van tevoren had gehad. En dat hij niet 2 dagen later verzonden zou zijn. Dus volgens mij moeten we daar extra alert op zijn dat eerder gebeurt. Mevrouw Katerberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, dit document rond de tekorten voor jeugd Drenthe bevat veel meer interessante informatie dan alleen cijfers. Het is merkbaar dat er een verandering plaatsvindt in denken. Eén waardoor onderwijs en jeugdhulp dichter bij elkaar komen. En daar is onze fractie heel blij om.
In de begeleidende brief wordt dat bij wat doen wij in Koevorden ook genoemd. Zijn er mogelijkheden om naast POH'ers ook SOJ'ers in te gaan zetten? Schoolondersteuners jeugd, die onder vergelijkbare omstandigheden regie houden over de hulp die wordt ingezet? Nou, voorzitter, in ieder geval een interessante gedachte. Ik kan hem in ieder geval in zoverre ook volgen dat wij merken dat de POH-jeugd een goede kentering in gang heeft gebracht. En ik denk dat iedere maatregel die ertoe kan leiden dat we dat dichter bij elkaar brengen van onderwijs als plek waar niet alleen kinderen heel veel tijd doorbrengen, maar ook zeg maar heel veel tijd met kinderen gewerkt wordt, veel tijd aan kinderen besteed wordt. En jeugdhulp, dat het alleen maar goed is als we daar iedere mogelijkheid benutten. Dus ik vind deze gedachte een hele interessante om te gaan meenemen. Meneer Stoker, pak. Voorzitter, dank u wel. Ik heb even een vraag naar aanleiding van het groot aantal verwijzingen wat nog steeds via de huisarts plaatsvindt. In Drenthe, als ik het goed lees, is dat nog steeds meer dan 50%. Dat betekent dat we volgens mij er tot nu toe onvoldoende in geslaagd zijn op Drentse schaal om daar een kentering in aan te brengen. Want daar is volgens mij de afgelopen jaren, na de invoering van de jeugd, enorm veel energie door verschillende gemeentes op ingestoken. Kunt u daar een verklaring voor geven, want misschien is die er gewoon wel. En B, wat gaan de gemeentes in Drenthe doen om het aantal verwijzingen via de huisarts, waar we dus gewoon als gemeentes veel minder grip op hebben, om die toch verder naar beneden te brengen? Dat zijn mijn vragen. Ja, voorzitter, dat is mooi, want volgens mij staat het antwoord wat wij daar aan gedaan hebben al in de vorige vraag van mevrouw Katerberg. En dat is namelijk de praktijkondersteuner huisartsen jeugd. En ik denk, je ziet hier in de cijfers, wat uiteraard Drenthe breed is, zie je daar nog niet het resultaat dat we willen. U heeft de evaluatie die wij van de POH hebben gemaakt, heeft u gezien. En daar ziet u dat die kentering wel is ingezet. Dus volgens mij kan dat alleen maar op die manier door de huisarts te helpen om de goede keuze te maken. En het is helemaal niet erg dat de huisarts verwijst. De huisarts is gewoon een wettelijk verwijzer. Maar wat we wel graag willen is dat de huisarts dan ook op een goede manier geholpen wordt om meteen naar de goede zorgverlener te verwijzen. En niet het automatisme wat soms wel eens gold, en dat is overigens geen verwijt, maar om dat gewoon naar een instantie waarvan zij wisten dat die goed werk leverde. We willen graag dat een kind wordt doorverwezen naar een instantie die niet alleen goed werk levert, maar ook een antwoord geeft op het probleem wat dat kind heeft en daarmee helpt. Meneer Hoedemaker, D66. Ja, is dat dan ook wat de nota bedoelt met het feit met van stepped care naar matched care? Want we zien wel dat de huisarts, dat ligt staat in de onderliggende analyse, naar een lager zorgniveau verwijst dan de gemeente. En dat bleek ook toen we destijds in nog eerdere themabijeenkomst de POH aan de gesproken hebben. Nou, dat is overigens, het is niet altijd zo. Maar matchcare, volgens mij is dat inderdaad precies wat ik net aangaf. Dat is de juiste zorg die gewoon op dat moment nodig is. En dat betekent ook dat zowel te hoge, te zware zorg als voor die of dat probleem te lichte zorg, dat beide gewoon niet goed zijn. Omdat bij het één je en waarschijnlijk te veel betaalt en dan ook nog maar de vraag is of het probleem wordt opgelost. En bij de tweede ben je misschien wel minder kwijt op korte termijn. Maar als het probleem niet wordt opgelost, dan op lange termijn nemen die kosten nog toe. Dus wat vooral om gaat is de goede zorg krijgen. Vervolgvraag, meneer Hoedemaak. Ja, maar dat blijkt nou juist niet uit deze notitie. Uit deze notitie blijkt niet dat de goede zorg wordt ingekocht. Er blijkt alleen uit dat er duurdere zorg of zorg op een hoger niveau wordt ingekocht.
Maar dat is dus wel de richting die we op willen, de kentering die we ook in Coevorden hebben ingezet. Want we willen gewoon dat de juiste zorg op het juiste moment wordt geboden. Meneer Nijmeijer, PPC. Dankjewel, voorzitter. Nou, er is al veel gevraagd en gezegd. Het analyserapport tekort in Nieuw-Drenthe, dat dateert van 30 september 2019. De analyse is al uitgevoerd in het eerste kwartaal. Er zijn nog wat vragen. Ik heb eigenlijk de vraag, is het mogelijk dat de Raad in het eerste kwartaal bijgepraat wordt over de stand van zaken naar de gestelde doelen of stappen die al gezet zijn? Dat kan uiteraard, en volgens mij het meest praktische lijkt mij om dat dan te gaan doen in een informatiebijeenkomst sociaal domein, die ook voor dit jaar weer gepland worden. Wat daar helemaal het geschikte moment voor is, of dat het eerste kwartaal of tweede kwartaal is, ik weet ook niet wanneer ze precies gepland staan, maar volgens mij kunnen we daar prima gehoor aan geven. Dank u wel. Griffier is driftig aan het schrijven, dus dat komt goed. Geen vragen verder, dan zijn we bij Gezond in Coevorden, brief nummer 7. Mevrouw Katerberg, CDA. Dank u wel. Het schoolzwemmen is door een voorstel van de jongerenraad in de raad terechtgekomen. Een jaar geleden hebben wij als CDA-fractie kaders aangedragen waardoor er onderzoek kan worden gedaan naar een vorm van schoolzwemmen. Richting het einde van het jaar hebben we schriftelijke vragen gesteld over de voortgang. In de beantwoording wordt genoemd dat er een deel van het te besteden geld besteed gaat worden aan Swim to Play. Dat staat ook in deze brief. Er zal daarvoor overleg plaats gaan vinden met scholen en zwembaden. Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen. Hoe ver staat het er daar nu mee? Het onderzoek loopt en u kunt het eerste kwartaal de uitslag daarvan verwachten. Verder geen vragen, dan zijn we bij... Meneer Hoedemaker, D66. Ja, voorzitter, want de brief verwijst naar een bijlage, maar die zie ik niet. Zit er volgens mij niet bij. Dan zullen we die u alsnog doen toekomen. Kan die dan ook nogmaals geagendeerd worden? Ja, wat mij betreft, prima. Ik zit ook in te zoeken. Maar... Ja, dan wordt hij weer geagendeerd. Ja hoor. In de ingekomen stukken. We zijn bij brief 6A9, subsidiecoördinator. Meneer Mulder, BBC. Nou, volgens mij is 6A8, maar dat maakt niet uit. Dat gaat over het goede onderwerp. Wij willen eigenlijk het punt agenderen voor de volgende commissievergadering. Akkoord. Wil daar verder nog iemand iets over zeggen? Een andere fractie? Meneer Bouwers, PPC. Ja, willen wij de heer Mulder wel bij ondersteunen van de PPC? Dan is dat voldoende. Wij zullen de ondersteuning... Dat klopt. We gaan een verzoek doen aan de agendacommissie om. En dan komt hij, als het goed is, op de vergadering van de. Of de volgende commissievergadering. Dank u wel. Meneer Mulder, PvdA. Mag ik daar een vraag over stellen? Ik zou graag horen waarom u het behandeld wilt hebben. Nou, wij vinden sommige stukken in het rapport nogal vaag. Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende rollen. En we gaan alleen de compliance, mooi woord, rol bij de gemeente beleggen. En onze vraag is dus eigenlijk, en wel meerdere vragen, hoe we dit gaan onderbouwen, hoe we hier toezicht op gaan houden en meer van dat soort zaken. Duidelijk. Voorzitter, mag ik dan ook nog een vraag stellen? Ja. Want de brief suggereert ook dat de mogelijkheid nu bestaat om PNO, de stellers van en de uitvoerders van het onderzoek, een toelichting te laten geven. Is dat dan ook de wens? Want dan kunnen we dat natuurlijk meenemen in de voorbereiding van de vergadering. Zeker. Meneer Mulder? Alle informatie is welkom.
Goed, dan wordt dat verzoek eraan toegevoegd om die toelichting. En dan leggen we het voor bij de agendacommissie. 6A9. Dacht ik al, niemand. Dan zou ik graag 6A10 tot en met 6A19 even in één keer willen doen. Dat gaat over alle moties. Meneer Nijmeijer, PPC. Sorry, tot en met 19 wou ik niet voorstellen. Ik wou graag over brief 18 nog iets zeggen. Daar mag u iets over zeggen. Goed. Gelijk? Oké, nou, dank u. Op de pagina 8 van de NOM-regio monitor wordt met cijfers aangegeven het belang van een huis-aan-huiskrant. Aan de Trekkenweg in Holtsloot, die doorloopt in Veenoord, staan 18 huizen, waarvan 4 in de gemeente Koevorden. Op deze 4 adressen wordt de Zuidenvelder bezorgd met de pagina van de gemeente Emmen en niet de Koevorderkrant met de pagina van de gemeente Koevorden. Opmerking die ik gehoord heb is dat de jongeren die in Holtsloot, Den Hol, de krant en de reclame rondbrengen geen 4,5 kilometer om willen fietsen via Nieuw-Amsterdam voor deze 4 adressen. En de bezorger aan de Trekkenweg zegt, ik word er niet voor betaald. Dit is van horen zeggen. Niettemin vinden wij dat deze 4 adressen ook de Koevorder krant moeten ontvangen. Wij horen ook graag in deze de mening van andere fracties en vragen de verantwoordelijke wethouder om een reactie en of er nog meer witte vlekken in de gemeente zijn die in de grensgebieden met aanliggende gemeenten. Ik weet niet precies onder wiens portefeuille dit valt, meneer Huizing? Nee? Niemand, hè? Meneer Bouwmeester. Ja, soms valt dat lotje dan ten deel, hè? Iemand moet tenslotte wel opstaan. Ik vrees dat de heer Nijmeijer natuurlijk wel een punt heeft wat niet helemaal onbekend is. Er zijn meer plekken in onze gemeente en niet noodzakelijkerwijs langs een grens. Waar een stelselmatige bezorging van met name dit soort berichten achterblijft. Dat is al vaker en wat langer geleden ook al een onderwerp van gesprek geweest. Ik vrees echter dat het ondoenlijk is om daar een sluitende organisatie op te zetten. Laat staan dat we daar als gemeente een waarborg voor zouden moeten creëren. Dus ik vind ook eigenlijk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Wat we kunnen doen is het meenemen natuurlijk in de gesprekken met de media. Ze luisteren mee. En je zult het zelf ook wel herkennen. En soms zijn het gewoon de praktische dingen die u zelf ook schetst. Die maken dat je het misschien ook nog wel goed kan afspreken. Maar dat het in de praktijk nog steeds gebeurt dat mensen het gevoel hebben dat ze dingen missen of het verkeerde bezorgd krijgen. Ik vrees dat daar geen sluitende aanpak voor te organiseren is. Dus ik moet het houden bij een inspanningsverplichting en ik kan u geen garantie geven dat dat niet meer zal voorkomen. Mevrouw Driehuis had nog een aanvulling of een vraag. Nou, meer een aanvulling, want het is niet alleen maar die paar adressen daar. Ik kom zelf uit Weijerswold, daar wordt hij ook niet meer bezorgd. En niet in Padhuizen, Pikveld en Vlieghuis en weet ik het wat daar nog ten zeg maar oosten van Koevorden zit. Maar daar is wel op een gegeven moment het initiatief genomen om het plaatselijk truckerscafé heeft daar gezegd van oké, wij zorgen dat hij bij ons bezorgd wordt. En iedereen in de buurt, we krijgen gewoon een appje van hij ligt hier klaar, je kan hem hier ophalen. Dus zodoende wordt hij uiteindelijk door initiatieven uit de buurt zelf wel gelezen, gelukkig. Maar er is inderdaad heel veel discussie over geweest waarom die daar niet meer bezorgd wordt. Het is inderdaad iets van, ja, er zijn geen bezorgers voor te krijgen. En het is ook al meerdere keren bij de gemeente aangekaart. Ja, die kan daar niet zoveel mee, helaas. Dus u bent niet, of ze zijn niet de enige die hem niet krijgen. Dank u wel. Meneer Hoedemaker, D66. Ja, dit is een hele belangrijke discussie natuurlijk. Maar even zo belangrijk is misschien wel wat de hoofdredacteur in de strekking van zijn brief aandacht voor vraagt. Namelijk de invoering van de ja-ja-sticker die hand over hand toeneemt. En dat een nekslag betekent voor het huis-en-huisblad.
Ik denk dat de verspreiding van nieuws heel belangrijk is. En voor heel veel mensen is het Huis en Huisblad toch een belangrijk medium. En zou het toch vervelend zijn als dat op deze manier de nek omgedraaid wordt. Dus ik vraag me af, zijn er in de gemeente Coevorden ook al plannen voor invoering van zo'n ja-ja-sticker? Ja, volgens mij ben ik dan wel degene die mag gaan antwoorden, voorzitter. Omdat de ja-ja-sticker is ingegeven vanuit duurzaamheidsmotieven. En om de vraag van de heer Roedemaker te beantwoorden, nee. En dat heeft er ook mee te maken juist met het feit dat uw raad ook regelmatig aandacht heeft gevraagd van het belang voor het niet alleen digitaal ontsluiten van informatie, maar dat ook op papier gaan doen. Ja, en daar dat kan inderdaad door middel van zo'n huis-aan-huiskrant. Persoonlijk zou ik ook eerder zeggen, als je dat wilt gaan doen, ga dan richting de nee-ja-stikken. Zodat je in ieder geval de folders, waarschijnlijk krijg je morgen telefoontjes van de folder bezorgbedrijven. Maar dat je daar wel van gaat zeggen van nou, misschien is dat niet meer helemaal nodig. Maar die huis-aan-huisbladen, ja, volgens mij voorzien ze nog steeds in een behoefte. En als je dan toch oud papier hebt, doe dat gewoon lekker aan de straat, waar toch wordt opgehaald door de vereniging, school of wie dan ook. En volgens mij is dat niet zo'n groot probleem. Meneer Hoedemaker. Nou ja, ik ben blij om dat te horen, want nou ja, wat u zegt, het medium voorziet in een behoefte. En als de folders via een nee-ja-sticker misschien op die manier niet meer een geëigen medium blijken, dan zou dat voor het Huis en Huisblad nog een extra incentive zijn om weer een redacteur aan te trekken. Dank u wel. Meneer Oudeboom, VVD. Voorzitter, dank u wel. Wij twijfelen ernstig over topografische kennis van de agendacommissie in de griffier. Wij zien hier staan in dit hele stuk van de commissievergadering brieven en moties over Bergen op Zoom, Graven, nog eentje van Graven, Leeuwarden, Pijnakker, Noordorp, Horst aan de Maas, Almelo, Karspelen. Ik heb een beetje het idee dat we het Tweede Kamertje aan het spelen zijn. Is het niet handig om dit gewoon in de mail te sturen en niet via de commissievergadering? Volgens mij worden alle moties en brieven ook aan de raad gericht. Dus dat zullen we dan denk ik in een ander gremium moeten gaan bespreken dan in deze raad. Misschien iets voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Maar het is in ieder geval wel een idee. Nou, toch begrijp ik dat het niet altijd zo is. Want soms krijg ik ze via de mail ook binnen. Dus waarom het dan de ene keer per mail gaat en de andere keer in zo'n commissievergadering is mij niet duidelijk. Nou, ik heb daar nu ook geen duidelijk antwoord op. Het wordt in ieder geval genoteerd. Dus daar moeten we dan op een andere manier en in een andere commissie op terugkomen. Goed, duidelijk. Graag op korte termijn, want ik vind het wel belangrijk dat we hier met Coevorden bezig zijn. En niet allemaal andere dingetjes gaan regelen hier. Meneer Bouwmeester wil graag reageren. Ja, niet op de vraag van de heer Oudeboon, want ik denk dat het goed is dat even wordt uitgezocht. Volgens mij hebben we een standaardregeling, namelijk brieven die expliciet aan de raad als orgaan worden gericht, komen op deze agenda. Mij valt er een ander ding op, voorzitter, en dat is dat de eerste 8, 9, 10 brieven op deze agenda, maar het is een algemeen patroon, brieven van uw college aan uw raad, die informerend bedoeld zijn, eigenlijk het leeuwendeel van het vragenuurtje in beslag nemen. Dus je zou kunnen zeggen, het informerende gehalte van de brief kan misschien een slagje anders, als er nog zoveel vragen overblijven. Of we hebben met elkaar een andere bedoeling van het bespreken van de brieven, dat kan natuurlijk ook. En ik zou, daarom haak ik even aan op wat de heer Oudeboon vroeg en u toezei of suggereerde. Misschien is het goed om daar inderdaad in zo'n gesprek nog eens even bij stil te staan. Dat is duidelijk. Ik denk ook dat dat goed is, want zo gaan ook de brieven heel veel tijd in beslag nemen. Maar inmiddels zijn we bijna aan het eind. We zijn bij 20. Ja, ik durf nog bij iemand. Meneer Holtis, BBC. Ja, ik zal een volgende keer niet stellen de A vragen, maar dan zetten we ze gewoon niet op de agenda.
Nou, mijn oog valt op dat we zijn een en al lof in het financiële. We staan er goed voor. En dan lees ik toch onder andere bij het kopje niet opschuivend perspectief. Dat de provincie is wel heel negatief gestemd. Moet ik mij nu zorgen gaan maken? Heb ik mijn overzicht financiën niet goed bestudeerd? Dus we staan er toch goed voor. Ik vond hem vrij negatief, uiteraard kritisch terecht. Maar ik vond hem wel heel negatief. Meneer Swiers. Ja, dat is ook de reden waarom wij de brief inderdaad richting gedeputeerde staten hebben gestuurd. We hebben dat ook gedaan nadat we met hen gesproken hadden. Ze waren hier toch vorige week. En we hebben ook even duidelijk gemaakt met elkaar dat wij de teneur van de brief ook niet correct vonden. Ten meer omdat we er inderdaad financieel goed voor staan. U heeft uw huiswerk inderdaad wel goed gedaan. En we hebben dat ook onderbouwd met cijfers, waarom wij vinden dat we er wel goed voor staan. Want je kunt toch moeilijk betogen als je solvabiliteit van 34% naar 46% gaat, dat je het dan slecht doet. Dan waren de gedeputeerden ook van harte met ons eens en ze hebben ons ook zelfs geadviseerd om deze brief te sturen. En ze hebben ons ook toegezegd dat ze daar even mee in overleg gaan om bij de volgende keer iets meer nuance aan te brengen in de brief. En daar waren wij blij mee. En het was ook een terechte opmerking die wij als college richting GS hadden. En we hebben een heel constructief gesprek over gehad. Dus geen punt. Dank u wel. Mevrouw Driehuis, pak. Maar begrijp ik dat bij volgende keer dat dan bij de volgende begroting is? Want het stuk ligt er nu wel. En het stuk is gewoon heel negatief van toon. Ja, maar daar vloeit wat ons betreft verder geen bloed uit, omdat de communicatie richting het ministerie daar niet specifiek op ingaat voor ons. Dus we hebben er ook geen last van. Maar formeel, als je kijkt naar hoe zij beoordelen, hebben zij een punt misschien. Maar als je kijkt naar hoe wij presenteren, dan is het inderdaad, zoals de brief zegt, een technisch verhaal. En dat kun je ook gewoon vertellen, dat het een technisch verhaal is. Nou, en dat is de aanvulling die men wel wil gaan doen. En we hebben er gewoon mee ingestemd dat dat op deze manier voor volgend jaar gewoon gecorrigeerd wordt. Brief nummer 21. Had u nog een vraag over nummer 20? Maar dit heeft deze de komende tijd geen gevolgen voor de wethouder? Nou, niet voor de wethouder. Maar, nee, dit heeft ook geen gevolgen voor de gemeente Koevorden. Absoluut niet. We hebben gewoon, zeg maar, as usual, repressief toezicht. En we staan er gewoon goed voor en dat wordt ook beaamd door de provincie. Sorry, dat klopt wel, dat ben ik ook helemaal met u eens. Maar goed, die brief, wat er net gezegd werd, die brief die ligt er wel dan. Hè. Dat is heel, ik vind het heel vervelend voor de gemeente Koevoorn. Ja, maar dat is ook de reden dat wij die brief gestuurd hebben en ook uitgelegd hebben. En nou, ik zeg u bij deze mondeling in ieder geval toe dat, of ik vertel u in ieder geval mondeling, dat gedeputeerde staten het met ons eens is dat daar een betere nuance op aangebracht had moeten worden. Nou, en dat hebben wij ook een praktische reden maar gewoon geaccepteerd omdat er toch geen bloed uitvloeit. Nummer 21. Niemand. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 7. Ik weet niet of het nog even gewisseld moet worden. Agenda punt 7 gaat over een brief van het college in zaken de blijverslening, zeker de verzilverlening. En deze is op verzoek van het PvdA op de agenda gezet. En ik wil graag meneer Dorgelo ook als eerste het woord geven. Ja, dank u wel, voorzitter. De brief van het college, dat is een reactie op de motie van 6 november 2018, waarin de raad breed uitgevraagd heeft om de mogelijkheden van de verzilverlening te onderzoeken. Nou, de conclusie van die brief was dat het college afziet van het invoeren daarvan. We hebben gemeend om daar toch ook zelf het initiatief te nemen om een onderzoek in te stellen. Omdat met name een van de argumenten is dat
in de markt reguliere banken steeds meer van dit soort regelingen aanbieden en er dus voorzien wordt en er geen behoefte bestaat aan de gemeente om dat in te vullen. Nou, ik denk dat dat de enige nuancering, dat dat wel op zijn plek is. Vanuit de interview met de hypotheekadviseurs die wij bevraagd hebben, zie je eigenlijk dat de markt een beperkt aantal aanbieders er zijn die deze regeling aanbieden. Alleen wat met name de crux is, is dat de regelingen die aangeboden worden onder vrij stringente voorwaarden aangeboden worden. Om een voorbeeld te geven, je moet bijvoorbeeld... Meneer Dorgelo, mag ik u heel even onderbreken? Excuus, dat is ook mijn fout. Ja. Ik zou eigenlijk eerst de gelegenheid willen geven of u nog vragen wilt stellen. Dan kan de rest dat ook doen. Mm-hmm. Kunnen we het daarna nog in overweging geven? Ja, ik heb zeker ook een vraag, maar ik kom ook tot mijn punt. Dus maar ik zou graag een stukje onderbouwing geven van waarom wij de brieven op de agenda weer hebben gezet. Oké, dank u. Want het is vrij cruciaal wat de markt aanbiedt en wat de gemeente daarin zou kunnen toevoegen. En dan, daarom is het van belang om daarin wel inhoudelijk even op in te gaan. Waarbij je ziet dat de markt een oplossing biedt voor met name mensen die alle twee AOW hebben en veel overwaarde hebben. Ja, dan zegt de markt, ja dat kan. Maar met name waar de verzilverlening een optie is voor heel veel mensen, is als je jonger bent als de AOW-leeftijd en waarbij er geen toets zit op je inkomen, kun je in de markt absoluut niet terecht voor een oplossing om langer te kunnen blijven wonen. En dat is nu net waar de verzilverlening een uitstekende oplossing in gaat bieden. Nou, de Consumentenbond is het daarmee eens. Die hebben ook aangegeven dat met name... de voorwaarden die het SVN aanbiedt voor mensen onder de AOW-leeftijd de mogelijkheid te bieden om langer te kunnen blijven wonen, dat een uitstekende oplossing is en ze juichen dat van harte toe. Dus de vraag die ik heb, want daar was even de vraag van de voorzitter van, kom met een vraag. Deze mening hebben wij, de motie is destijds ondersteund door meerdere mensen in de raad, dus ik ben benieuwd hoe andere partijen daar ook in zitten. En uiteindelijk wil ik het college vragen om opnieuw dit te heroverwegen. Dank u wel. Dank u wel. Iemand of wil de wethouder daar een reactie op geven? Ja, we geven een dubbel reactie. Ik zal de aftrap doen. We hebben in die tijd natuurlijk een goed onderzoek gedaan. We hebben in die tijd ook niet stilgezeten en we hebben steeds gemonitord hoe gaat het nu met de verzilverlening, blijvenslening. In Nederland zijn er inmiddels, in heel Nederland zijn er inmiddels 100 leningen uitgezet. Midden-Drenthe was in Drenthe in ieder geval de voorloper om die uit te zetten. Die hebben tot op heden nog niet één lening uit kunnen zetten. Maar tegenover staat dat de Wolden juist 3 leningen heeft uitgegeven. Dus om te zeggen dat dit storm loopt, nee. Inmiddels zijn de banken ook wat verruimd in hun mogelijkheden. We houden dat goed bij, wat daar allemaal gebeurt. En wat wij zelf constateren is, de behoefte is niet zo groot. Maar er is ook nog maar heel weinig aan bewustwording gedaan. En eigenlijk is dat het grote probleem. Althans, als je wilt stimuleren dat mensen langer thuis blijven en daar zelf op investeren, dan zul je daar ook een bewustwordingscampagne op moeten voeren. Verder hebben we gezocht van hoe doen andere gemeenten met SVN-regelingen, hoe zetten ze dat op? We hebben in Limburg hebben we geconstateerd dat men daar allerlei SVN-regeling onder één stimuleringsregeling heeft gebracht met diverse hoofdstukken. Dat vinden wij een interessante ontwikkeling, omdat we ook gaan kijken met mijn collega over wat we gaan doen met verduurzaming. Welke regelingen komen daar achterweg? Zo hebben we nog een aantal andere. We hebben bijvoorbeeld zelf een lening voor sportverenigingen. Kun je die onderbrengen in één stimuleringsregeling? En dat blijven we goed volgen. Dan zouden we ook verzilverlening of blijvenslening onder kunnen brengen, zodat we onder één regeling diverse stimuleringsregelingen die in de pijplijn zitten of die al uitgevoerd worden, om die daarin onder te brengen. En
Als u zegt, geven we het op? Nee, we geven het niet op. Zodra we ook andere regelingen geïntegreerd aan kunnen bieden, dan zullen we dat zeker doen. Dus de verzilverlening is een mogelijkheid. En we willen ook zeker die doelgroep die buiten de boot valt, maar wel graag willen investeren, zullen we graag willen bedienen. Maar we weten ook dat het aantal nu niet hoog is en dat we daar dus ook, net als bij andere stimuleringsregelingen, echt een bewustwordingscampagne aan ten grondslag zouden moeten leggen. Mag ik daar even op reageren? Volgens mij wil de heer Swiers nog een aanvulling maken op het verhaal. Ja, wonen is in ieder geval mijn portefeuille ook. Dus het gaat niet alleen over zorg, maar het gaat ook over wonen. En ja, ik denk dat de wethouder Brink geeft aan dat er 100 zeg maar, zijn verstrekt. Maar dat gaat ook over iets meer dan 100 gemeenten. Hè? Dus dat is nog niet één per gemeente. Daar hebben we het over heel Nederland. Dus dat is toch wel een element waar ze, ja, zo succesvol is het niet. Ik weet ook dat SVN is wel enthousiast, maar dat enthousiasme heeft ze nog niet laten vertalen in een massaal gebruik maken van die lening. Ander punt, als het om wonen gaat, is dat wij ook gezegd hebben van, nou, de doorstroom zou ook nog wel eens belangrijk kunnen zijn. Maar door de lening, zeg maar, te verstrekken op overwaarde, bevat je in principe ook niet de doorstroom. Dus als je naar puur vanuit wonen kijkt, dan hoeft dit niet positief bij te dragen aan de doorstroom. Dus er zijn meer elementen die we denk ik moeten wegen om te kijken of we überhaupt deze regeling willen. En dat dat een keer heroverwogen wordt en dat dat onder een gezamenlijk kopje gebracht wordt, daar kan ik me dan van alles bij voorstellen. Maar tot nog toe hebben wij in ieder geval als college dit standpunt ingenomen. Meneer Dorgelo. Maar ik hoor meneer Brink toch wel duidelijk zeggen dat als er een behoefte bestaat bij mensen die niet in de markt, dus een oplossing. Kijk, als de markt een oplossing biedt, zeg ik van ja, helemaal perfect. Maar het gaat er met name om een ondersteuning te bieden aan mensen die niet een oplossing kunnen krijgen in de markt. En ik hoor meneer Brink toch duidelijk zeggen van daar willen we in ieder geval wel positief naar kijken om die mensen wel te gaan helpen. Ik ben met u eens de doorstroom belemmerd, maar of dat nu via de markt is of via de gemeente, dat is natuurlijk lode mouw eisen. Want op het moment dat je via de markt een overwaarde benut, gaat het ook ten koste van de doorstroom. Het gaat erom, met name dat je de mensen kunt helpen om langer te kunnen blijven wonen. En daar biedt de SVN gewoon mogelijkheden voor die breder zijn als die de markt zelf aanbiedt. Volgens mij spreken wij elkaar als wethouders niet tegen. Benaderen we het vanuit onze verschillende portefeuilles en hebben wij ook nog steeds hetzelfde antwoord gegeven en dat is het antwoord wat in de brief staat met de opening dat als er een mogelijkheid bestaat om dat onder één noemer te brengen met allerlei SVN voorzieningen, regelingen, ja, dat we daar dan voor in de heroverweging willen. Dank u wel. Zijn er nog fracties die hierop willen reageren? Mevrouw Driehuis, pak. Ik heb volgens mij vorige keer ook al toen u op de agenda stond gevraagd van hoe zit dat dan? Is er wel voldoende aandacht aan besteed om het bij mensen die bewustwording te kweken? Nou, dat is inderdaad wat onvoldoende gebeurd. Dat begrijp ik ook en dat dat ook wel opgepakt gaat worden. Dat vind ik gewoon heel goed. Ga je dan zo'n instrument optuigen voor als er is iemand in de gemeente zou zijn die daar gebruik van kan maken? Ik kan me voorstellen dat je nu als gemeente zegt van doen we niet. Maar ik ben wel blij dat het onder de aandacht blijft en dat mocht het wel nodig zijn, we daar wel iets mee gaan doen. Dus nou, ik hoop dat dat een beetje jou beantwoordt hoe wij daarin staan. Goed, dan wordt deze brief alsnog afgedaan hoe dat aan de raad is voorgelegd. En komt hij niet meer terug. Of in een andere vorm. Dan gaan we naar agenda punt 8. En dat is het voorstel over de fietsnota Coevorden. Daar zou ik wel eerst graag, als er vragen zijn, gelegenheid geven voor de vragen en het daarna in bespreking willen geven aan de raad. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter.
Wij hebben een aantal vragen over de fietsnota. Ik weet niet of ik ze allemaal tegelijkertijd mag stellen of dat ik ze per 1 of per 2 of per 3, ik weet het niet. Als het overzichtelijk is voor de wethouder, dan mag dat in één keer, als ze niet te lang zijn. Oké. Ik begin met de eerste vraag. Onlangs heeft de VVD-fractie in de commissievergadering vragen gesteld met betrekking tot te weinig plaatsen voor fietsen in verhouding met het aantal fietsen wat staat bij het stationsgebied van Coevorde. En onze vraag is, is deze verhouding nog steeds niet in balans? Dat is de eerste vraag. Onze tweede vraag bestaat uit twee vragen en dat betreft bijlage 3. Dat gaat over verzoeken om fietsverbindingen. Fietspad Wachtem-Dalen staat daar tussen. Dat een wens is van dorpsbelangen. En dat bevreemdt ons een beetje, want als wij navraag doen bij dorpsbelangen Wachtem, dan hebben zij andere wensen aangegeven met betrekking tot de fietsroutes en fietspaden. En die wensen zijn niet van de laatste periode, maar die dateren al van lange jaren geleden. Ze willen namelijk graag een fietspad aan de zuidzijde van de Hogeveense Vaart tussen Wachtem en Holsloot. Dat is de wens die zij al reeds verschillende malen neergelegd hebben. En verder hebben ze ook al jaren de wens om de verlichting aan te brengen aan de Giestee. En ook daarin vind ik niets terug in de fietsnota, alleen dat in het beleidsplan verlichting of openbare verlichting steeds continu wordt gewerkt om te kijken waar verlichting hersteld wordt of aangebracht wordt. Mevrouw Visserin, onderbreek u heel even. Ik wil toch even de wethouder gelegenheid geven om te antwoorden, anders worden het wel heel veel vragen achter elkaar. Meneer Huizing. Laat ik dan maar met het laatste beginnen, want volgens mij is dat de makkelijkste, hoewel, voorzitter, volgens mij wordt het wel heel technisch allemaal. Maar als het gaat om het fietspad langs de verlengde Hoogveensvaart, volgens mij staat het ook gewoon opgenomen in die bijlagen. Dat die wens er ligt. En datzelfde geldt voor het fietspad Wachtem-Dalen. Volgens mij is daar gedoeld op het feit dat ze willen dat juist die route aantrekkelijker wordt. Of dat die minder gevaarlijk wordt gevonden voor fietsers. En daar is inderdaad verlichting het punt wat is aangedragen. Alleen deze nota gaat over fietsen in brede zin. En gaat niet over de verlichting. Dus dat punt dat is bekend en daar wordt ook op een andere manier wordt dat meegenomen. En dan de vraag daarvoor was de vraag over het station volgens mij. Of dat nu in balans is. Nou, u weet, er wordt nog steeds hard gewerkt in het stationsgebied. Er zijn fietsenstallingen bijgeplaatst. Dus daarmee is het grootste probleem, of de ergste nood is opgelost. Maar volgens mij een echt goede oplossing komt er pas als alles aan de overkant ook gereed is en als de tunnel ook gebruikt kan gaan worden. Dus de oplossing is nabij, maar is nog niet helemaal gevonden. En zoals wij toen al hebben toegezegd, is dat wij het strenge handhavingsbeleid, dat we dat zolang het capaciteitsprobleem niet goed is opgelost, dat we dat ook eventjes on hold zetten. U mag, als u de volgende vraag stelt, dan geef ik daarna even nog de gelegenheid aan een ander. Verder hebben wij nog de vraag, daar wil ik graag wat toelichting op. Er staan plannen om de fietsroute van het Haantje richting Emmen te verbeteren. En onze vraag is, betreft dat de fietsroute van het Haantje naar Noordsleen? Want dat is namelijk ook een schoolfietsroute. Maar zoals bij de dorpenronde aangegeven is door dorpsbelangen, voldoet dit fietspad niet aan de criteria voor de schoolfietsroute qua verlichting en qua asfalt. En wordt daarmee hetzelfde bedoeld of zijn er twee verschillende dingen? Dit is echt een andere. Dit is de route langs het Oranjekanaal, die niet alleen door onze gemeente gaat,
waar de gemeente Borgerdoorn ook grond heeft en ook een belang ziet. En die uiteindelijk dan in de gemeente Emmen terechtkomt. Dus die route hebben we het hier over. Vervolgvraag daarop, dat betekent dus dat het, de schoolfietsroute het Haantje Noordsleen hierin niet is meegenomen als wens. Ik heb het kaartje van wat precies de schoolfietsroute zijn, heb ik niet in mijn hoofd zitten. Ik probeer te bladeren, maar IBAPS helpt mij op dit moment niet zo heel erg. Dus volgens mij daar moet het antwoord in staan, want daar staan de erkende schoolfietsroute zijn daarin opgenomen. Wat daarin niet staat, nemen wij ook niet mee op dit moment. Meneer Stoker van het PAK. Ja, voorzitter, twee vragen aan de wethouder. Ik zie de nota, bladzijde 21, zowel binnen als buiten bebouwde kom, hebben fietsers bij rotondes geen voorrang. Hiermee wijken we af van de richtlijnen vanuit het CROW, maar volgen we de afspraak zoals die in het Drents verband hebben gemaakt. Omdat een belangrijke pijler is veilig fietsen, is mijn vraag, is deze fietsnota dan nu, en het feit dat Drenthe de ambitie heeft de fietsprovincie te zijn, dan nu niet de gelegenheid om dit standpunt aan te passen, want wij zijn van mening dat rotondes waar fietsers gewoon voorrang hebben, veiliger zijn voor fietsers dan de afwijkende rotondes die wij hebben. Maar die vraag die leg ik dan voor, is het niet aan de orde om dat dan nu aan te pakken? Misschien kan meneer Huizing die vraag eerst even beantwoorden. Oké. Ja, voorzitter, dan de heer Stoker geeft in zijn vraag het antwoord al. Dat we in het Drentsverband hebben gezegd van nee, wij zien juist het in het belang van de fietser dat we het op deze manier geregeld hebben. En dat is inderdaad in afwijking van wat ook de rest van het land doet. Maar hierin toont Drenthe zich als fietsprovincie dan toch een tikkeltje eigenwijs. Meneer Stoker? Ja, nee, ik ga hier maar niet op reageren. Want eigenwijzigheid, daar waar andere experts het erover eens zijn, dat het de veiligheid belemmert van fietsers. Nou ja, daar kunnen we dan eigenwijzer zijn en ik hoop dat de wethouder daar gelijk in krijgt. De tweede vraag die ik wil hebben is volgende. Er wordt natuurlijk een flink aantal fietspaden die nu nog voorzien zijn van asfalt, straks voorzien van beton. En daarom is ook het voorstel deze investering in afwijking van de nota activa beleid in 50 jaar in plaats van 20 jaar af te schrijven. Ik ben geen betondeskundige, maar ik heb wel eens gehoord van betonrot. Mijn vraag is of als dit inderdaad de reden is, of dit inderdaad een reële optie is dat we op deze manier dan zeg maar met de fietspaden omgaan. En 50 jaar, dat is een halve eeuw, niet heel erg optimistisch is. Ja, dit wordt aangegeven dat dit verantwoord is om te doen, want volgens mij moet je het anders niet opnemen. Daarin volg ik de heer Stoker geheel. Of dat ter plaatse, dat zou altijd ter plekke kan het zijn dat het een keer niet goed gaat, maar over het algemeen moet dit kunnen. En misschien nog even terugkomt op het agendapunt rotondes. Ik denk waar het vooral om gaat is dat je ervoor zorgt dat een rotonde veilig is voor de fietser. En dat betekent zeker in het buitengebied zien we dat we overal waar we rotondes aanleggen de fiets oversteekplaatsen. Daar een klein eindje vanaf doen om juist op die manier de veiligheid van de fietser te verbeteren. En tot nu toe hebben wij daar een hele goede ervaring mee in Drenthe. En vandaar dat wij ook zeggen van nee, hier moeten we echt aan vastgehouden. Mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel. Het is een zeer uitgebreid stuk met veel informatie. Is het mogelijk om alsnog een korte presentatie te krijgen waarbij in een paar sheets de kennis goed naar voren komt? Een soortgelijke presentatie heeft ons bij de behandeling van het punt VVE een paar weken geleden namelijk veel duidelijkheid verschaft. Helder moet zijn hoe we van ambities tot uitvoering komen en waar we onze prioriteiten leggen. Als het niet mogelijk is, zouden wij graag een korte samenvatting op papier zien. Meneer Huizing. Ja, het staat uw raad sowieso altijd vrij om die presentatie te vragen. Als dat het kan verhelderen, dan wat mij betreft is daar altijd een goede mogelijkheid toe. Volgens mij uw vraag over prioriteitsstelling is er eentje die daar ook wel een beetje los van staat. Omdat dit stuk nog geen prioriteitsstelling geeft. Die geeft wel aan wanneer wij
ongeveer denken waarmee aan de slag te gaan. Maar daar hebben we aangegeven dat wij dat jaarlijks bij het vaststellen van de begroting ervoor zorgen dat u voor die tijd ook een stuk heeft waar u dan wordt gevraagd in het jaar daarop ja tegen te zeggen en geld voor beschikbaar te stellen. Dus als u aan mij al van ons gaat vragen, wilt u echt een hele prioriteitsstelling van wat gaan we nou wanneer gaan doen, dan wordt dat volgens mij wel wat lastiger. Maar een presentatie kunnen we altijd nog verzorgen. Ik vul even mevrouw Jaspers aan, want u geeft aan de presentatie kunnen we verzorgen. We moeten straks hier nog bespreken wat we met dit punt gaan doen. Als het wel op de agenda van de raad komt, dan zal het nog voor de raadsvergadering moeten komen. Ga ik vanuit dat u dat bedoelt, mevrouw Jaspersen. Dat klopt. En dat is volgende week. Laten we dit heel even parkeren en dan gaan we even door naar de volgende vragen. Meneer Mulder, BBC. Dank u, voorzitter. De fietsnota ruimte voor fietsers. We hebben er lang op gewacht, maar na een stevige olifantsdracht is het fietsnota kind dan toch ter wereld gekomen. Wat ook niet onopgemerkt is gebleven in de pers trouwens. We hebben ook een paar vragen. We vinden dat jammer dat het zo lang geduurd heeft en we zijn er ook enige mate teleurgesteld over. Volgens ons had het eerder gemoeten en ook gekund. Mede gezien het feit dat er nog vele onderzoeken genoemd worden. Waar zijn deze onderzoeken dan vooral op gericht? Dat is onze eerste vraag. En, meneer Huizing, sorry meneer Mulder, ik denk dat het handig is dat meneer Huizing daar vast op reageert. De onderzoeken zijn in de eerste plaats gericht op haalbaarheid. En in de tweede plaats, als het haalbaar is, dan ook de vraag meenemen. En hoe kan het dan op een... of hoe kan het worden uitgevoerd? Die twee punten zullen in de onderzoeken worden meegenomen. En u heeft er helemaal gelijk in dat het langer heeft geduurd dan de bedoeling is. Ja, dat kunnen we niet met terugwerkende krachten ongedaan maken. Volgens mij ligt er nu wel een stuk waar ik in ieder geval als portefeuillehouder of als college van hebben gezegd van nee, dit geeft een hele goede basis waarin wij laten zien dat wij... de fiets in het hele mobiliteitsbeleid gewoon echt een stevige plek geven. Dat was het, Ben. We begrijpen natuurlijk best dat er die zorgvuldigheid betracht moet worden. Maar dat er nog weer vele onderzoeken volgen. Het wordt nu tijd dat we gaan handelen met de snelheid van de snelle e-bike. Dus het wordt nu tijd dat we gaan beginnen. Verder nog wat vragen. Bijvoorbeeld, we hebben twee voorbeeldjes. Bijvoorbeeld het fietspad Schapendijk. Daar ligt bijna een goed uitgewerkt idee. Waarom pakken we dat niet op? Want als we nog even wachten, dan kunnen de kinderen waar het om gaat met de auto naar hun werk in plaats van een fiets naar school. Dat is één. En voor de Paardenlandse Drift geldt ongeveer hetzelfde. De veiligheid is in het geding. Mensen met kinderwagens moeten door de berm, bijvoorbeeld. Maar nu de vragen. Ziet u ook het belang bijvoorbeeld voor vanaf Aalderholte in relatie tussen dorp en toerisme? Wordt er ook onderzocht om het fietspad door te trekken naar bijvoorbeeld de golfbaan Gelpenberg? En vindt de wethouder dat er voldoende aandacht is besteed aan het toeristisch en recreatief fietsbeleid? Dat zijn een heleboel vragen in één. Misschien fietsverbinding Aalderholt... Ik hoorde u trouwens nu de vraag stellen, wilt u dat ook onderzoeken? Nou, volgens mij is dat nou precies waarom wij het nog wel moeten gaan onderzoeken. Dat is de vraag van, oké, het is helder dat we met z'n allen belangrijk vinden dat er richting Aalderholt dat er een verbinding komt. Maar dan kan het misschien inderdaad wel net zo praktisch zijn om hem nog net wat verder door te gaan trekken. Omdat daar ook mensen fietsen. Dus die vraag moet worden meegenomen. En ik denk dat er... in deze nota, en dat is dan het tweede deel van de vraag, daar is ook een hele grote invloed geweest van de beleidsmedewerkers verkeer, van Toreco. Het is ook een co-productie van wethouder Swiers en van mij op dat punt. Dus ik denk dat wij hiermee ook de toeristische en recreatieve fietser heel mooi bedienen. Meneer Mulder.
De eerste vraag, het fietspad Schapendijk, hoor ik u geen antwoord op geven, klopt dat? Ja, maar daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Daar moet je gaan kijken. Ook als er ideeën geopperd zijn, moet je daar gewoon goed naar gaan kijken. Van, is dat inderdaad ook daadwerkelijk haalbaar? Volgens mij moet je daar gewoon zo'n haalbaarheidsstudie voor uitvoeren. Oké, maar volgens ons lag er wel een redelijk plan daarvoor. Dank u wel. Meneer Hoedemaker, D66. Het plan is heel mooi. Het plan om de fietspaden, de asfaltpaden te vervangen door betonpaden is ook een heel duurzame. In de zin van dat beton heel lang meegaat. Alleen de productie van beton is niet heel erg duurzaam. Maar er bestaan wel alternatieven. Heeft u dat onderzocht of bent u nog van plan dat te gaan onderzoeken? Waar wij, wat voor ons voorop staat is dat we de kwaliteit van de fietspaden, en in sommige gevallen is dat een breedte, dat we die moeten aanpakken om weer aan de wensen die de huidige manier van fietsen met zich meebrengt, om daar goed op te kunnen inspelen. En de kwaliteit staat daarbij voorop. Volgens mij net als wat u aangeeft, ja, betonproductie kun je van alles van vinden. Geldt uiteraard ook voor de asfaltproductie. Alternatieven, dat hoeft niet van vandaag op morgen allemaal uitgevoerd te zijn. Dus alternatieven staan er absoluut voor open. Maar wat ik wel heel erg belangrijk daarbij vind, is dat je niet alleen een duurzame wijze van produceren hebt, maar dat het ook duurzaam is in de tijd dat je niet over een paar jaar constateert dat het weliswaar een heel mooi duurzaam materiaal was, maar dat je toch een drup aan de neus hebt omdat je alsnog er weer langs moet omdat het fietspad niet meer in goede staat is. Dus volgens mij die combinatie, zodra er technieken zijn die bewezen zijn, volgens mij moeten we daar dan gewoon helemaal in lijn met de in december vastgestelde duurzaamheidsvisie ook bij dit soort projecten aan gaan denken. Zonder afbreuk te doen aan de beton, want wat ik zeg, beton is heel duurzaam. Als je beton mengt met olievijn, neemt het nog CO2 op ook. Dat neemt meneer Huizing mee. Ik heb nog twee dames die heel graag wat willen zeggen. En ik weet denk ik wel wat mevrouw Vissering wil zeggen. Maar mevrouw Klein-Gunnewijk zit al heel lang met de vinger omhoog. Excuus, mevrouw Klein-Gunnewijk, CDA. Dankjewel, voorzitter. Er zijn veel vragen gesteld, maar ik vind onze nog heel belangrijk. Veiligheid vinden wij als CDA belangrijk, zoals wij dat ook aangegeven hebben bij het bermbeheerplan. Is het mogelijk dat de meeste onveilige fietspaden dit voorjaar als eerste aan de beurt komen? Ja, de meeste onveilige. En dat is mijn vraag ook, welke zou dat überhaupt zijn? Waar volgens mij naartoe moeten, en zo hebben we hem ook aangegeven. We hebben fietspaden die heel druk befietst worden en waar dat wat minder gebeurt. Onze prioriteit gaat uit eerst naar de knelpunten die we constateren op de hoofdroutes, de primaire routes, en daarna secundair. Dus volgens mij bij die volgorde wordt er uiteraard rekening mee gehouden met A, hoe is de kwaliteit van het fietspad en hoe is het ook met de veiligheid aangesteld. Voldoende beantwoord. Mevrouw Vissering, VVD. Nou, ik wou even inhaken op de vraag van de heer Hoedemaker en de beantwoording van de heer Huizing daarop. Wij hebben onlangs bij de begrotingsvergadering in november een motie ingediend om te onderzoeken of gerecyclede plastic fietspaden misschien een alternatief zou kunnen betekenen voor onze gemeente. Naar aanleiding van een bezoek wat wij hebben gebracht bij het recreatieschap Drenthe in september, waar we gerecyclede fietspaden hebben gezien in de buurt van Zwolle, dacht ik. En daar zijn hele goede resultaten mee behaald. Dus ik wou toch nog even opmerken dat ook dat in de fietsnota wel is opgenomen. Dat daar onderzoek naar gaat plaatsvinden. Dus in die zin wordt er wel gewerkt ook naar andere alternatieven. Ja, dank voor die ondersteuning wat daarin staat. Volgens mij waren mijn woorden daar ook niet mee in tegenspraak.
Maar dat je het onderzoekt en dat je vooral serieus kijkt van is dit de ervaringen die, die elders zijn opgedaan, maken die nu dat we kunnen zeggen ja, dit, dit is een goede manier om ook hier te gaan toepassen. Dat wil nog niet zeggen dat je hem automatisch ook gaat doen. Dus daar was mijn opmerking meer op gedoeld. Maar volgens mij hebben wij destijds ook in reactie op de raadsmotie al aangegeven dat wij hem graag overnemen en verbreden. Iets breder nog dan alleen maar plastic fietspaden. Daar was er ook nog wat discussie over in de raad hoe goed dat zou zijn voor het milieu. Maar iedere vorm van een duurzame vervanging van asfalt willen wij serieus meenemen. Dank u wel. Wij zitten nog steeds in de eerste ronde, meneer Holtis. Dus als er nog een vraag is, dan mag meneer Mulder die stellen. Het was een grapje. Ik wou een suggestie doen dat de petflessen misschien een idee zijn wat de heer Blanken in het begin heeft ingebracht. Nou, heeft u het toch gezegd. Volgens mij zijn er geen... Oh, mevrouw Jaspers heeft nog een vraag. Dank u wel. Wat is de mening van de jongere jeugd, dus de kinderen op de basisscholen? Zijn die betrokken of kunnen we die alsnog een rol geven? Nee, we hebben de jongere jeugd hebben wij niet meegenomen. En wel om de eenvoudige reden dat daar vaak de af te leggen afstanden veel korter zijn. En dat wij heel veel van de knelpunten die ook gesignaleerd zijn, dat die... en daar zijn uitzonderingen op, maar dat het buiten de bebouwde kom de knelpunten vaak groter zijn dan daarbinnen. Mevrouw Klein-Gunnewijk heeft nog een vraag. Dankjewel, voorzitter. Nu we het toch over de basisscholen hebben, heb ik daar wel een vraag over. Het is zo dat het, zoals het in een stuk staat, een aantal scholen hebben het Drents verkeersveiligheidslabel al. Het streven is dat alle basisscholen dat in 2022 allemaal hebben. Lukt dat ook in 2022? En om hoeveel scholen gaat dat nog? Nou, de aantallen heb ik zo niet paraat, voorzitter. Of dat gaat lukken, ja, dat hangt uiteraard af van de vraag of scholen daar zelf ook de noodzaak van inzien en bereid zijn om daar ook... op te investeren. Om daar en vaak is dat dan vooral het aandacht aan geven. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Waar wij nog wel naar kijken. Er komen ook soms verzoeken van scholen om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Nou, verkeersveiligheid rondom de school mag soms wat van de gemeente als wegbeheerder gevraagd worden. Maar er zit ook altijd een gedragscomponent bij. Dat is nou iets wat bij uitstek in dat Drents verkeerslabel ook aan de orde komt. Dus dan denk ik dat wij ook mogen vragen als wij iets aan de omgeving doen, dat de school ook voldoende aandacht besteedt aan gedragsaspecten. Dus dat we daar misschien wel eens een koppeling in moeten gaan aanbrengen tussen het Drents verkeersveiligheidslabel en investering in de openbare omgeving. Goed, dank u wel. Ik wil eigenlijk graag zo het in bespreking geven aan uw raad, maar mevrouw Visser heeft nog één vraag. Korte vraag. Als we naar de fietsnota kijken, dan staan er eigenlijk niet of nauwelijks concrete bedragen genoemd. Wat die plannen die er allemaal in vermeld staan gaan kosten. Maar we lazen vanmorgen de krant en die kon ons wel vertellen dat dit ongeveer 4 tot 5 miljoen gaat kosten. Hoe kan het dat de krant weet dat dit 4 of 5 miljoen gaat kosten, of 4 à 5, en dat wij verder geen bedragen, of althans heel weinig kosten kunnen vinden binnen de fietsnota? Nou, in de eerste plaats, we hebben u bij de begroting hebben we een aantal bedragen opgenomen wat het ongeveer gaat kosten als je een fietspad nieuw aanlegt en als je een fietspad vervangt. Het aantal kilometers staat in de nota, dus ik denk dat het met een rekensommetje, kan dat voor iedereen, kan sowieso duidelijk zijn wat dan die kosten ongeveer zouden gaan worden. En waarom u nog geen concrete bedragen hier staan, is omdat wij, ik verwacht niet dat wij die volledige bedragen aan u als raad ook als investeringskrediet gaan vragen. Omdat er soms sprake is van cofinanciering.
omdat we soms ook kunnen gaan kijken, kunnen we het meenemen bij andere werken. En het is de bedoeling dat dat jaar voor jaar wordt uitgewerkt en dat u dan als raad ook gewoon de vraag krijgt voorgelegd van wilt u hier in het komende jaar het krediet voor beschikbaar stellen. En die helderheid hadden wij u voor het eerste jaar willen geven. U heeft ook in de stukken zien staan dat daar verwezen wordt naar een brief. En die brief heeft u als raad niet aangetroffen. En dat heeft te maken met het feit dat wij... We hadden uw raad toegezegd dat we voor het eind van het jaar de fietsnota bij u zouden hebben liggen. Nou, dat had keurig kunnen lukken omdat wij hem voor het kerstreces hebben vastgesteld. Alleen de brief met daarbij als bijlage onder andere... Een begrotingje voor komend jaar. En ook de fietsnota, die is pas na de kerst, lag die ter ondertekening uiteindelijk voor. Toen hebben we gezegd van ja, de brief staat nu ook al op de agenda van de raad. Dan heeft het niet zoveel zin meer om nog een brief te gaan sturen waarin staat dat de nota uw kant op komt. Dus vandaar dat de brief achterwege is gebleven. Wat ik nog wel wil toezeggen, dat het misschien wel goed is dat u de brief alsnog krijgt omdat die bijlage daarbij zit. Dus dat biedt u denk ik iets helderheid in de cijfers. Voor 2020 is dat al. Dank u wel. Ik wil graag dit onderwerp aan uw raad in bespreking geven. Commissie. Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Welke fractie? Meneer Stoker, pak. Voorzitter, dank u wel. Allereerst de complimenten aan het college en de wethouder die met de uitvoering belast is, want er ligt nu gewoon mobiliteitsbeleid voor de fiets. En het is een lijvig rapport. Ik heb met veel interesse gelezen en misschien ga ik mevrouw Jaspersen wat helpen door een korte samenvatting te geven. Want de ambities zijn helder, meer mensen op de fiets, veilig fietsen, een compleet fietsnetwerk en een aantrekkelijk recreatief product. Uitgebreid beschreven en daarbij ook nog verbinding gelegd met al bestaande nota's, waaronder het beleidsplan openbare verlichting, wegenonderhoud en de duurzaamheidsvisie Koevorden. Complimenten daarvoor, want het geeft in ieder geval een heldere weergave over hoe de gemeente Koevorden haar mobiliteitsbeleid rond de fiets ruimte wil geven. En de fiets die krijgt ruimte. De fractie van het PAK vindt het een goede zaak dat hij er nu ligt. Want het sluit ook enorm goed aan bij wat wij in ons eigen verkiezingsprogramma hebben staan. En dat bedoel ik niet flauw, maar fietsgebruik binnen de gemeente stimuleren de goede en veilige fietspaden met slimme verlichting en veilige en voldoende fietsstallingen. Ik denk dat daar echt voldoende aandacht aan gegeven is, deze fietsnota. Wat ons betreft een hamerstuk, want we zijn het gewoon heel erg eens met de inhoud. En natuurlijk zien we de afzonderlijke financiële voorstellen die aan de raad komen met belangstelling tegemoet. Maar nogmaals complimenten voor de wethouder en al diegenen die betrokken zijn geweest. Want er is een grote groep van mensen betrokken geweest en organisaties betrokken geweest om tot deze fietsnota te komen. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga het raadje af. Meneer Mulder, BBC. Ja, nou, zoals reeds gememoreerd, een lijvig stuk en alleen het heeft even geduurd. Wij kunnen natuurlijk wel eens zijn met het stuk, maar het is nog erg algemeen. En misschien verwachten we wel te veel naar zo lange tijd. Maar in ieder geval ligt er nu een fietsnota. Ik weet niet of er nog andere partijen meegaan, maar anders zeker omdat het toch wel zo'n lijvig stuk zouden we hem toch wel naar de raadsvergadering willen brengen. Maar ik weet niet of er meer mensen mee willen. Dank u wel. CDA. Mevrouw Klein-Gunnewijk. Ja, wij vinden het een mooi, compleet doordachte fietsnota. Het is procesmatig en ook met veel communicatie naar de inwoners, bezoekers, scholieren, toeristen, belangenorganisaties en overheden. Er is veel contact mee geweest. Dus wij vinden het eigenlijk een hamerstuk. Dank u wel. Meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is mooi dat deze fietsnota er nu is. Het heeft enige tijd geduurd, maar nu hebben we ook wat.
Ja, en wij zien het wel in stukken weer terug, zoals de wethouder ook zei, van dat komt dan wel weer tot ons hoe het uitgevoerd wordt. Maar voorlopig zoals het op papier staat, daar kunnen wij volledig achter staan. En wat ons betreft is het een hamstuk. Dank u wel. Mevrouw Jaspersen. Dank u wel. Nou, zoals ik net al zei, is het een zeer uitgebreid stuk met veel informatie. Dus wij zouden toch graag nog een beetje informatie krijgen waarin de kern goed naar voren komt. En zouden het dus ook graag bespreken in de gemeenteraad. Goed, dan kijk ik even naar de wethouder of dat haalbaar is. Want er zijn inmiddels twee partijen die het graag als bespreekpunt op de agenda willen. Of u nog voor volgende week extra informatie of een samenvatting kunt verstrekken. Ja, volgens mij om extra informatie of een samenvatting nog te gaan verstrekken, dat gaat onmogelijk worden, denk ik. Want die moeten we als college uiteraard ook nog goed vaststellen. Wat we misschien wel, maar dat ligt ook een beetje aan u als raad. Je zou heel pragmatisch kunnen zeggen van nou, ik heb niet het idee dat het een hele volle raadsvergadering wordt. Zou je daaraan voorafgaand niet nog iets korts kunnen presenteren waarin even de highlights naar voren worden gegeven? Als daar behoefte aan is, willen we dat altijd doen. Dat klinkt als een mooi idee. Ik weet niet hoe de rest daarover denkt. En uiteraard gaat uw agendacommissie, de agendacommissie van uw raad daarover. Dus. Wordt voorgelegd aan de agendacommissie. En dan gaan we kijken hoe die daarover beslissen. Willen andere fracties nog iets aangeven, mevrouw Vissering, VVD? Ja, de VVD-fractie had zich erg verheugd op deze fietsdood. We hebben er lang naar uitgekeken en gelukkig kwam die dan ook nu als eerste gelijk bij de commissievergadering in januari. Op zich een mooi stuk. Er stonden heel veel goede plannen in, trap en hap en hele andere leuke sterknooppunten. Ik verheug me er eigenlijk wel op. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel eigenlijk wel zin had om te fietsen weer. Dus wat dat betreft heeft het mij enorm gemotiveerd. Nu nog uitvoeren, maar goed, dat gaan we zien. We vinden het alleen wel jammer dat het wel een uiteenzetting is van heel veel plannen. En we hadden, en misschien is het ook wel niet mogelijk. Misschien hebben wij ook wat te hoog gespannen verwachtingen gehad. Maar alles wordt weer uitgezet in een ander beleidsplan, in een ander programma. En ik zou wel aan de slag willen eigenlijk. Dus wat ons betreft zouden we het nog graag een keer willen bespreken in de raadsvergadering. Dank u wel. Geen aanvullingen. Dan kunnen we vaststellen dat het op de volgende raadsvergadering als bespreekpunt wordt opgenomen. Dit onderwerp. En dan gaan we verder. Oh, sorry. Meneer Huizing, u wilt nog iets zeggen. Ja, graag voorzitter. Want misschien heel praktisch. Ik hoor eigenlijk van alle fracties niet de vraag om toelichting die mevrouw Jaspers ook heeft gegeven. Dus misschien kan die nog veel pragmatischer worden opgelost. En even zorgen dat er contact plaatsvindt tussen mevrouw Jaspers en onze beleidsmedewerker hierover. Voor een korte toelichting. Hoe dat dan ook gegeven wordt dan. Mevrouw Jaspers? Ja? Akkoord. Gaan we dat op die manier doen. En dan hoeft het ook niet meer voorgelegd te worden aan de agendacommissie. We zijn bij punt 9, vaststellen van het financiële gedeelte van het bermbeheerplan. De vorige keer is dat stukje uit de besluitvorming gelaten, omdat er nog geen duidelijkheid over was en omdat er een correctie op de bedragen heeft plaatsgevonden. Wil iemand daar nog iets over zeggen? Albring, VVD. Bedankt, voorzitter. Goed dat de fout ontdekt is en dat het totaalbedrag aanzienlijk naar beneden gegaan is zonder het doel van het hele plan te beschadigen. In de vorige commissievergadering toen dit stuk op de agenda stond en ook in de afgelopen raadsvergadering toen het plan besproken is, zijn er nog wat opmerkingen gemaakt over de twee natuurterreinen van de gemeente.
Die vallen onder het hoorlandbeheer. En dat hoorlandbeheer, daar staat nog hetzelfde bedrag op als ook de vorige keer. Nou zie ik, en het hoorlandbeheer is ongeveer een derde van die natuurterreinen zijn een derde van het totale hoorlandbeheer. Ik zie daar legio kansen om dit tegen aanmerkelijk lagere kosten te doen. Zonder ook de biodiversiteit te schaden en misschien wel de duurzaamheid daar nog iets op te verhogen. Mijn vraag aan de wethouder is, ziet hij die ook? Zo ja, dan hoor ik dat graag van hem. Zo nee, is de wethouder dan bereid om daar met mij eens over in gesprek te gaan. Hoe we met die twee natuurterreinen omgaan. Want het kan best in een tabel staan dat dit bedrag ervoor staat. Maar mijn nuchtere boerenverstand zegt nog steeds dat dit heel erg hoog is. Ja, voorzitter, de opmerking is inderdaad de vorige keer gemaakt. Toen hebben we ook aangegeven van daar willen we inderdaad wel naar gaan kijken. Dat viel even buiten deze scope van de technische aanpassing die gewoon nodig was, omdat er fouten in de tabel stonden. Maar volgens mij hebben we toen ook al aangegeven van we willen dit specifieke punt willen wel naar gaan kijken. Het feit dat er nou geld voor begroot staat, wil niet zeggen dat als het niet nodig is, dat we het dan alsnog gaan uitgeven. Dus volgens mij kunnen we daar prima verder mee en altijd bereidheid om daar eens over door te praten. Is dat voldoende? Ja. Zijn er verder nog vragen? Nee. Dan geef ik het graag nog in bespreking. Ja, niemand zegt iets, dus dat, ik denk het ook. Ja, om bij de woorden van de heer Huizing aan te sluiten. Wat mij betreft kan het gewoon een hamerstuk zijn volgende week. Geld wat u niet uitgeeft, hoeft er ook niet. En het is misschien een mooi voor de opvolger van de heer Zwiers om met een meevallen begroting te beginnen. Nou, die heeft hij dan alvast. Dat is een makkelijk begin. Dan wordt het een hamerstuk. Ik zie verder niemand. Gaan we het op die manier vaststellen. Dan zijn we bij agenda punt 10 aangekomen. Dat is de benoeming van de heer Boy tot lid van de Rekenkamercommissie. Wil iemand daar iets over zeggen? Niemand. En dat is een stemming over personen, dus die komt sowieso weer op de agenda volgende keer. Dan zijn we aangekomen bij punt 11, verslag van de commissie van 3 december. Heeft iemand daar nog een opmerking op? Ook helemaal niemand. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen